Dit is de laatste aflevering van de talkshow van dit kalenderjaar. En we maken er een feestelijke eindejaarsuitzending van. Met twee experts op afstand, Lucienne Rijgaard en Claudia van den Heiligenberg. Sherida Spitsen aan de telefoon over Ajax Feyenoord. Oliebollen in de studio en niemand minder dan Sanne van Dongen. Wij gaan beginnen. Zij deden op een gegeven moment niet meer zo heel veel, maar het kwam ook wel door ons dat wij goed de bal lieten gaan. Nu mag ik proosten op 1,5 meter. Je hebt hem al leeg. Ja, welkom bij de eindejaarsspecial van Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. We zijn er iedere maandag na een speelronde die we uitgebreid bespreken. En vandaag doen we dat extra feestelijk met oliebollen in de studio en speciale kerstgroetjes. En ja, uiteraard hadden we hier natuurlijk het liefste met een hele volle studio gezeten. 4 man sterk, maar ja, we weten allemaal welke maatregelen er nu gelden. We zitten in een lockdown, dus we hebben 1 iemand in de studio, maar als het dan 1 iemand moet zijn, dan natuurlijk de vrouw met wie ik op 1 maart het avontuur begonnen ben. Ze komt vers uit Amsterdam van de klassieker Ajax Feyenoord. Sanne van Dongen. Yay. Ja, applaus, applaus. Er is ook productie hier aanwezig op 44 meter afstand. Dat kan ik vast zeggen. Dus. Maar ja, Sanne, welkom terug. Dank je. Hoe is het om hier weer te zijn? Nou, alsof ik nooit ben weg geweest. Ja, heerlijk. Iets meer aankleding alleen dan ja, eerder. Er staat een flesje champagne voor mijn neus. Dat is altijd goed. Ik zie oliebollen, kerstmutsjes. Nee, ik ben meteen helemaal thuis. Ja, ja. Nee, ze hebben het echt heel erg leuk aangekleed, onze studio. Als je het luistert als podcast, check het ook vooral even op YouTube, zou ik zeggen. Want dat hebben ze echt goed gedaan. Ja, Sanne, we gaan ook het afgelopen jaar doornemen. En ik denk dat jouw persoonlijke hoogtepunt toch wel was dat jij van beeldredacteur van de NOS naar co-host in de talkshow naar presentatrice van ESPN bent gegaan. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik wilde gewoon heel graag een keer die stap maken. Was altijd al mijn droom. Ik heb 7 jaar bij de NOS gewerkt. Echt 7 hele leuke jaren gehad. Maar daar zit je. Ja, ik zat daar een beetje vast. Dus toen. Ik ben in contact gekomen met de baas van ESPN. En heel enthousiast waren we eigenlijk aan beide kanten. En toen durfden we het avontuur aan te gaan. Dus nu heb ik vorige week mijn debuut gemaakt en wil ik nooit meer anders. Ja, echt heel erg cool. En voor de mensen die geen ESPN hebben of niet kijken, wat doe je daar allemaal? Nou, bij ESPN heb ik een programma over Amerikaanse sporten. Ik ben zelf natuurlijk een basketballer geweest. 5 jaar in de Eredivisie gespeeld. En basketbal is gewoon mijn nummer 1 leukste sport die er is. En we hebben het over Amerikaanse sporten. Dus honkbal, basketbal, American football en ijshockey. En daar hebben we nu 6 afleveringen van gehad. Dat is echt superleuk. Het is gewoon in een half uurtje even snel alles bij elkaar. In een half uur ben je helemaal bijgepraat. Ja, maar jij doet ook die sporten toch? Je gaat er ook je dompeltje er helemaal in onder. Dan heb je een jackie aan. Dan heb je weet ik veel wat je allemaal aan hebt gehad. Ja, nee, het liefste. Altijd als ik iemand met een honkbalknuppel zie, wil ik er zelf ook mee slaan. Of met een ijshockey. Ik heb op het ijs gestaan. Ik heb gebasketbald. Ik heb een wide receiver geweest met American football. Ik heb gezien hoe je een bal moet kicken. Dus het is echt heel leuk. Ja, absoluut. En je doet het ook heel erg leuk. Dus ik ben altijd blij dat ik toch een beetje als thuiskomen. Als ik dan naar ESPN kijk, denk nou, daar is het dan toch maar weer. Dus dat doe je erg goed. Je was vandaag bij Ajax Feyenoord. Mm. Ik zeg net al, de lockdown is natuurlijk. In hoeverre gaat het dan daar ook nog buiten de wedstrijd om? Met iedereen over die lockdown? Nou, we hebben eigenlijk vandaag bizar weinig over gehad. Wel dat de vorige klassieker in Rotterdam natuurlijk echt 2500 man op de tribune zat bij Feyenoord. En dat de sfeer daar zo goed in zat, dat het zo belangrijk is dat het publiek is. En vandaag was het natuurlijk helemaal leeg en ook echt totaal geen sfeer. Nee. Dus dat is wel echt overduidelijk dat we in lockdown zitten. Maar het is niet dat we de hele tijd over praten of zo. Nee, nou ja, het was inderdaad een beetje saai. Maar ondanks de lockdown werd er wel gevoetbald. Speelronde 13 in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. En de uitslagen die waren als volgt. Op vrijdag eindigde PEC Heerenveen in 3-1. Vandaag waren er 3 wedstrijden. PSV ADO werd 2-1. Twente laat niks van Excelsior Hill. Ze winnen in Rotterdam met 9-1. En de klassieker bij de vrouwen eindigde in winst voor Ajax. In Amsterdam werd het 2-0. En de stand, als we de winterstop ingaan, is als volgt. Ajax gaat als koploper de winterstop in met 25 punten. Twente staat daar 1 puntje onder. Ze hebben 24 punten. PSV staat derde met 23 punten. Feyenoord staat vierde met 22 punten en 13 wedstrijden gespeeld.
ADO en PEC staan 5 en 6 met 17 punten. Sorry. VV Alkmaar staat 7e met 12 punten. Heerenveen op de 8e plek met 10 punten. En Excelsior die staat onderaan met 6 punten. Op de klassieker blikken we zometeen terug met Sherida Spitsen van Ajax. En Lucienne Rijgaard, die gaan we bellen over PSV ADO. Jij was dus bij Ajax Feyenoord. Dus kan je dan überhaupt nog andere wedstrijden zien als op zo'n dag? Dat neemt al mijn energie in beslag. Nee, ik heb nog niks gezien van PSV. Ze hebben gewonnen, maar ik weet niet of... De score is niet heel overtuigend, 2-1. Maar ik weet niet of het misschien wel overtuigend was. Nou ja, dat gaan we dan zo meteen inderdaad aan Lucien vragen. Eén wedstrijd werd op vrijdag gespeeld. Dat was PEC Heerenveen. Heerenveen kwam een voorsprong. Daarna toch 1-1 de rust in. En PEC herstelde zich. Het werd dus 3-1. En dat hadden ze ook wel nodig eigenlijk, hè? Ja, ik was in Zwolle bij die wedstrijd. En PEC... Ik ben heel erg fan van PEC, eigenlijk al sinds vorig jaar. En ze hebben gewoon echt wel last van blessures, vooral bij hun toonaangevende speelsters. Dus daar zakte het een beetje in, zeg maar, op de helft van de eerste helft van het seizoen. Dus die hadden 5 keer op rij niet weten te winnen. Dus die dachten wel, ja, als we dan nu de winterstop in gaan, moeten we wel eventjes alle zeilen bijzetten. En dat lukte, want ze speelden echt goed. Ze waren echt beter dan Heerenveen. Ze hadden veel meer de wil om te winnen. Er zat veel meer plezier bij die ploeg. Ik sprak Moise van Koot na de wedstrijd en... Die zei, ja, we kwamen onze afspraken weer na. Echt zo'n voetbalterm. Van, ja, oh, we kwamen onze afspraken. Inderdaad. En daarom lukte het nu wel. Maar ja, ik zag vooral een ploeg die gewoon echt heel erg graag wilde winnen. En ook heel erg graag winnend die winterstop in wilde. Dus, en dat kwam eruit. Dus dat was echt goed om te zien. Echt lekker voor hun in ieder geval. Vriendin van de show, Rivka op het veld, die maakt altijd een lijstje. Hè, aan het einde van het jaar met 20 speelsters die we enorm in de gaten moeten houden in de Eredivisie. Twee van PEC staan daarbij op. En daaronder ook Danique Noordman. Ja. Die scoorde ook. Ja, met haar hoofd. Ja, die stond ook wel heel dichtbij. Maar goed, die moeten we nog wel even inkoppen. Ben je dan ook een beetje het eens met Rivka dat dan bijvoorbeeld die twee, of ja, Danique Noordman in ieder geval genomineerd is zoals op die lijst? Sterker nog, ik heb dat tegen Rivka gezegd. Ah, kijk. Die moet erin. Dus Rivka en ik die praten daar wel over. Wie zou je daarin willen zien? En ik riep ook nog Naomi Hilhorst, maar die is te oud. Dus die komt uit 2001. Ja. Dus 2002 is de maximale leeftijd. Dat je moet onder de 20 zijn. Ja. Nee, maar Jill Diekman, Noordman, echt allebei speelsters waar ik heel erg graag naar kijk. En ook heel erg benieuwd ben waar die gaan eindigen. Ja, ik denk niet bij PEC. Ik denk het ook niet. Maar het is dus wel grappig. Eigenlijk moet jouw naam dus ook onder dat artikel wat zij altijd schrijven. Nee, want absoluut alle credits naar Rivka, hoor. Ik heb alleen fluister af en toe naam. Ah, heel goed. Ja. Het grootste affiche van het vrouwenvoetbal was vandaag een gespiegelde vorm van die van de mannen. Want Ajax nam het in eigen huis op tegen Feyenoord. En ze wilden natuurlijk die nederlaag die ze leden in oktober op Varkenoord, wilden ze natuurlijk rechtzetten. Dat is gelukt. Het werd 2-0 voor de Amsterdammers. En degene die we daarvoor gaan bellen is Record International, Sherida Spitsen. Ja, daar is ze, Sherida Spitsen, met eigen merchandise aan, zie ik. Ja, klopt, ja. Goed gezien. Draag je ook goed thuis? Of heb je het speciaal voor dit aangedaan? Nee, ik had het toevallig al aan. Naar de club ook toe, onder mijn blouseje. Dus dat is echt toeval. Ja, oké. Okay, maar hallo, waar kan ik dat krijgen? Ja, inderdaad. Dit is een leuk shirt. Ja, toch? Ja, we zijn gelijk enthousiast, Sanne en ik, hier in de studio. Nou, Sanne, even naar mijn Insta gaan en dan kan je het zo vinden. Ik ben zo'n fangirl ook gewoon, ja. Kijk, superleuk. Alleen Sanne hoor ik. Maar goed, we hebben dezelfde maat, dus we kunnen uitwisselen. Nee, Sherida, gefeliciteerd met de winst. 2-0 werd het in de klassieker. Als je nou een neutrale kijker was vanmiddag, dan had je misschien niet een heel erg bijzondere middag. Hoe heb jij het ervaren? Ten eerste, dankjewel. Het is wel lekker om 2-0 te winnen. Als ik kijk naar de eerste helft, dan de eerste 10 minuten waren zij iets een beetje aan het drukken. Kregen ze wat vrije trappen. Maar daarna hadden wij wel de controle over de wedstrijd. En hebben een aantal goede doelpunten gemaakt. Zij deden op een gegeven moment niet meer zo heel veel. Maar het kwam ook wel door ons dat wij goed de bal lieten gaan. En dat is wel... dat vind ik wel mooi om te zien. Dus we hebben wel weer stappen gemaakt als je kijkt richting de vorige wedstrijd die we tegen hem hebben gespeeld. Ja, dat moest ook wel natuurlijk, want daar ging het wel echt heel erg mis. Hoe vond je je eigen rol vandaag? Ja, dat ging eigenlijk wel, lekker. Ik won samen met Nadine op het middenveld veel de tweede ballen. En dat was wel belangrijk, vond ik. En probeerde de rust te bewaren.
En ja, wel lekker dat ik dan zo'n steekbal geef op Romee, waardoor de 2-0 komt. En eigenlijk die eerste goal, dat Liz heel goed doorloopt. En ik ook een bal tussen de linies, dat is ook precies wat we hebben getraind. En dat het dan terugkomt, ja, dat is dan wel lekker. Ja, toch vroeg ik mij af, jullie hebben natuurlijk een hiërarchie, maar waarom nam jij de penalty niet tijdens zo'n klassieker? Nou, daar hebben we afspraken voor. En ja, kijk, Romee stond op de lijst als penalty nummer 1. En ja, dat is dan, dat vind ik dan prima. Kijk, zij heeft dan ook een hele goede trap. En ja, zij schiet ook de penalties raak. Dus ja, dikke prima voor mij. Ik vind het belangrijk dat die erin gaat. En, maar goed, kijk, ik kan natuurlijk, ze weten van mij dat ik ook een penalty kan nemen. Als Romee bijvoorbeeld niet lekker in de wedstrijd zou zitten en die had het gevoel van ik kan het nu niet doen, ja, dan zal ik er altijd staan om die penalty te pakken. Ja, precies. Ja, goed, hij zat er goed in. Jacinthe Wijmer was nou ja, toch wel kansloos. Ja. Je had op een gegeven moment wat last van je hoofd. Is dat weer over? Ja, dat is weer over. Ik kreeg precies kopduel en toen kopte ik tegen Manika hoofd aan. En dat voelde ik wel even, maar daarna was het ook wel weer snel over. Hoe is het sowieso met alle geblesseerden? Want ja, er vielen er nogal wat uit. Ja, er vielen nogal wat uit. Steve die uitviel, Vic die uitviel. Op een gegeven moment viel Vita uit. Ja, kijk, wat het stand van zaken is, dat weet ik niet precies. Kijk, want je sluit die wedstrijd af. Uiteindelijk gaat iedereen naar huis en we hebben vakantie. Dus ik weet niet precies hoe het is. Maar volgens mij gaan Vic en Steve wel aardig. En Vita, ja, dat moet nog, moeten we nog wel kijken. Ja. Je zegt we hebben vakantie. Het is inderdaad denk ik wel kerstvakantie. Wat ga je doen, Sherida? Nou, op dit moment, we zitten nu in Zevenholde in Center Parks. En daar zaten we dit weekendje. Maar goed, vervolgens wat ik ga doen in de vakantie. Lekker thuis, even niks met de kinderen, met Jolien. Even wat leuke dingen doen. En we kunnen ook niet zo heel veel in de tijd van het jaar op dit moment. Nee. Met de corona en zo. Dus dat is wel zonde. Ja, maar goed, gezin is natuurlijk het belangrijkste. En je bent natuurlijk al zoveel weg. Dus dit is gewoon even lekker. Want wanneer begin je weer? Wij gaan weer trainen 29 en 30 en daarna zijn we weer eventjes vrij en dan beginnen wij 2 januari weer. Oké, nou dat is wel lekker. Sherida, namens ons allemaal willen we je hele fijne dagen wensen. Lekker met je gezin samen zijn. En dankjewel dat je ons te woord wilde staan. En ik hoop dat we elkaar volgend jaar toch een keertje in levende lijf hier zien misschien. Ja, dat zou vast en zeker wel een keer kunnen. En dan gaan we even kijken of dat lukt. Dat zou ik heel leuk vinden, Sherida. Niet te veel oliebollen, hè? Dat is goed. Hé, wat zei je? Niet te veel oliebollen, hè? Nee, jij ook niet. Ik zie wel een aantal op die tafel liggen. Die moeten niet op, hè, Sanne? ze liggen aan mijn kant. Dat hebben ze slim gedaan. Ik blijf er nog even vanaf. We moeten nog te veel praten. Hey, fijne dagen, jullie ook. Dankjewel, Sherida. Doei. Doei. Ja, superleuk. Daar was ze dan even Sherida Spitz. Hadden we nog niet gehad in de talkshow. Dus heel leuk. Dat is wel echt heel top. Want ja, de eerste helft van het seizoen zit erop. En het is misschien ook wel even leuk om te vertellen. Want dat weten jij en ik wel. Maar eigenlijk is de talkshow nu ongeveer ook een jaartje oud. Want in de winterstop van vorig seizoen is dit idee ontstaan. Ja, zijn we ermee begonnen. En inmiddels hebben we in 2021 toch 24 afleveringen gemaakt. Met jou onder andere de helft daarvan. En dus is het ook leuk om een beetje terug te blikken op dit jaar. En de eerste die we gaan bellen is een van onze vaste experts, ex-international, Claudia van den Heiligenberg. Ja, hallo. Ja, Claudia, daar ben je dan. Ja, gezellig hè? Ja, vorige week nog hier in de studio, maar ja, nu op afstand helaas. Maar toch gezellig dat je er bent. Wel een mooie kerstdommetje. Ja, dat vind ik ook. Ja, kersteditie, dan moet ik natuurlijk wel een beetje in de sfeer zijn, toch? Ja, wie heeft het meeste gedaan? Was het Lucy of is jij dat? Nou, Lucy heeft het eerst gedaan en toen heb ik het opnieuw gedaan. Is dat zo? Is dat hoe het bij jullie thuis gaat? Als Lucy iets doet, dan denk je, dit kan beter. Ja, kort gezegd, ja. Als je wil dat iets goed gebeurt, moet je het altijd zelf doen. Dat is ook alweer waar. Claudia, hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Lekkere voetbalzondag. Volgens mij wel weer mooie uitslagen. Dus ja, nee, goed. Lekker gechilled vandaag. En bij jullie? Ja, hier gaat het lekker. Ondertussen hoor ik naast mij dat Sanne de champagne aan het openmaken is. Nou, kijk eens. Kijk, hey, even kijken. Ik ben ook voorbereid.
Oh, lekker. Hey. Ik doe mee hoor. Kijk eens eventjes. Nou, zal je een glaas terwijl je, maar ja, terwijl jij inschenkt, want het is toch feesten, jongens. Maakt het uit. Drink onder werktijd. Het kan gewoon. KNVB heeft gezegd dat dit allemaal mag. Ja, want Claudia, we hebben jou gevraagd om even in te bellen. Omdat wij ook graag met jou willen terugblikken op 2021. En buiten het feit dat jij natuurlijk moeder bent geworden, dus dat zal ongetwijfeld jouw persoonlijke hoogtepunt zijn van dit jaar, wilde ik ook graag weten wat jouw sportieve hoogtepunt is van dit jaar. Thanks, Sanne. Asje? Nou ja, dan om in de sferen van vandaag te blijven. Toch wel echt de eerste klassieker, Feyenoord-Ajax. Natuurlijk super gaaf met al de fans en Feyenoord die het zo goed doet dit seizoen. Ja, dit is denk ik sowieso waar elke voetballer het over heeft. De klassieker in Nederland. En dat dat nu ook bij de vrouwen zo is, ja, alleen maar leuker. En zelfs vandaag nog tegelijk. Maar de wedstrijd bij Feyenoord was natuurlijk wel vele malen mooier. Sowieso het spektakel toen en alle fans die er toen nog bij waren. Ja, dat was echt nu alweer een bizar contrast, vind ik. Terwijl het nog niet eens zo lang weer is zonder publiek, toch? Ja, nee, het was zo jammer vandaag, vond ik. Ja. Ja, je went er op een of andere manier ook wel weer snel aan, moet ik zeggen. Maar qua voetbal, het is echt zoveel minder leuk om zonder publiek te kijken. Ook als je er bent en ook als je kijkt en dan zit er wel zo'n geluidsmix onder van alsof er publiek is. Als je dan live naar de bijvoorbeeld klinker bij de man kijkt. Maar ja, nee, ik vind er echt niks aan. Het is het toch gewoon net niet. Ja, en jij vond dit dus een heel bijzonder moment, Claudia. Zijn er nog meer dingen die jou zijn opgevallen dit seizoen? Nou, wat ik moet zeggen, dat ik vandaag wel weer echt dacht, dat is niet per se de Eredivisie op zich, maar Fena Kalma, die de 20ste doelpunt er inmiddels heeft in liggen. Ja, dat vind ik ook wel echt een bizar aantal. Ja, nee, dat klopt. Daar gaan we het zo meteen ook nog uitgebreid over hebben. En Sanne, dat hoogtepunt van Claudia, dus die klassieker, jij zei het ook al, maar jij was er ook bij. Hoe was dat eigenlijk voor jou? Ik was niet bij de eerste klassieker. Oh, dat dacht ik. Nee, ik zou er wel bij zijn, maar ik kwam van de bruiloft van Rivka terug. Dus, en mijn vlucht was 6 uur vertraagd wegens wind en storm. Dus ik heb de klassieker op een vliegveld in Bilbao gekeken. Hey, dat is ook een verhaal. Ja. Ja. Ik heb wel gezien. Ik heb wel met heel veel plezier gekeken hoor, naar al die fans van Feyenoord. Ja, het was wel echt heel mooi. Het is echt een hele mooie club om bij te hebben. Ja, dat vind ik ook. En ik denk dat we het ook heel vaak hebben behandeld, Claudia. Dus ik denk persoonlijk een terechte hoogtepunt ook voor jou. Dank je wel dat je even in wilde bellen op deze manier in de laatste uitzending van dit jaar. En we willen natuurlijk ook hele fijne dagen toewensen met je gezin, met Lucy en Matteo. En ik hoop echt dat je volgend jaar zo snel als mogelijk hier weer in de studio mag zijn. Ja, dat hoop ik ook. En ik verwacht natuurlijk wel dat die oliebollen mijn kant op komen. En jullie natuurlijk ook fijne feestdagen. En vooral onze kijkers en luisteraars ook fijne feestdagen. En tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar, Claudia. Tot volgend jaar. Doei. Ja, Claudia die doet nu al eventjes een kerstwens. Maar we hebben een aantal vrienden van de show gevraagd dat ook te doen. En hier zijn de eerste. Hoi fans. Hallo, ik ben Frank Wielaert, voetbalcommentator van de NOS. Hoi allemaal, Nikita hier. Hoi, ik ben Samantha van Diemen. Hoi allemaal, ik wens jullie hele fijne feestdagen en een gezond, sportief en gelukkig nieuwjaar. En voor het nieuwe jaar 2022 wens ik alle vrouwen en meiden, voetballers binnen en buiten de lijnen, een heel mooi voetbaljaar toe. Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat Feyenoord Vrouwen in 2022 de eerste prijs pakt. Mijn wens voor 2022 is dat jullie weer mogen kijken bij onze wedstrijden. En natuurlijk dat was Ajax zijn het tweede seizoen zo goed gaan draaien. Hopelijk 2022 met weer heel veel fans langs de lijn en in de stadions. Want we missen jullie enorm. Dus op naar het nieuwe jaar en op naar samen een mooie tweede seizoenshelft. Doei doei! Lief. Dat is wel heel leuk zo, toch? Tuurlijk, zeker. Ik heb helemaal een kerstgevoel. Ja, ik ook. Het komt ook door hoe wij hier nu bij zitten. En we hebben inmiddels onze champagne trouwens open. Voor de mensen die kijken, heb je als niks ik zo gedaan. Meteen met een dubbele tong praat, dan weet je. Dan weten we hoe het aan komt. En we zijn nog niet eens op de helft. Dus wat dat betreft hebben we nog even te gaan. Ook met de fles. Zeker. Gaat prima. Tijd om te gaan praten over PSV ADO. En daarvoor gaan we ook een van onze vaste experts bellen. Dat is ex-profvoetbalster en tegenwoordig bestuurslid van ADO, Lucienne Rijgaard. Hi, nou, welkom. Ben jij kerstig? Ja, ik heb mijn best gedaan hier. Nou, absoluut. Dat kunnen we goed zien. Goede bomen heb je ook staan. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, jammer dat natuurlijk de maatregelen weer zijn ingescherpt en dat ik niet bij jullie aanwezig kan zijn. Maar verder gelukkig goed, gezond en wel. Dus dat is het belangrijkste, denk ik.
op dit moment. Het belangrijkste. Ja, wij vinden het ook heel jammer. We hebben het wel gezellig in de studio, hoor. Iedereen belt elke keer lekker in, dus dat vinden we wel heel leuk. En nou, jij ziet ook, jij kleurt ook nog eens een keer goed bij ons decor, dus dat heb je goed gedaan. PSV tegen ADO, jouw clubje natuurlijk. 2-1 werd het voor PSV. Dat is dan weer een beetje een dompertje net voor de winterstop. Maar wat voor wedstrijd heb jij gezien? Ja, eigenlijk wat ik eigenlijk ook al eerder bij de bekerfinale mijn hoogtepunt van 2021 zag, is eigenlijk dat ADO het initiatief toonde. Begonnen sterk, maken het PSV direct ook heel erg moeilijk. Zetten hoog druk, durven ook initiatief daarin te tonen. Maar ja, hij ligt uiteindelijk in de eerste helft al aan de andere kant in het net. En dat doet PSV ook gewoon heel goed. Komen goed uit de counter eruit. Het is wel, net als wat ik eerder dit seizoen al aangaf, ze zijn flink aan het bouwen op de counter. En slaan vaak het middenveld nog steeds wel over. En dat is wel jammer. Maar ja, dat is ook een kwaliteit van ze op dit moment. En ADO had de kansen. Maar ja, scoren niet in de eerste helft. De tweede helft wordt nog spannend. Want ADO krijgt uiteindelijk 2 penalties. Waarvan ze de 1 missen. Och. En dan heb je de kans op 1-1. Ja, en ook maar een rode kaart bij PSV. Direct uit, ook een rode kaart. Een heel belangrijk moment. Want daaruit, ik denk het overigens terecht een rode kaart. 2 zware overtredingen waar terecht denk ik geel voor wordt gegeven. Belangrijk moment. En je ziet dat ADO ook door blijft zetten op dat moment. Maar ja, uiteindelijk niet voldoende. Had ADO moeten winnen? Ik denk overal hadden gelijkspel er zeker in gezeten. Ik vind dat ADO gewoon echt initiatief toont meer. Dus dat vind ik gewoon leuk aan ADO. En dat doen ze gewoon heel goed. Dus ik vind dat ze verdiend, in ieder geval een punt hadden verdiend. Op basis van het spel. En ja, ze maken de kans niet. Ze creëren wel wat kansjes. Ook niet echt hele grote kansen hoor. Dus dat niet echt. Maar ja, met 2 penalties. Wie miste hem? Hendricks. En het is wel goed ook dat ze gewoon de tweede keer ook er weer gaat staan. Daar was ik wel benieuwd naar. Dus de tweede keer probeert ze het gewoon opnieuw. En staat ze er wel. En dan gaat hij er wel in. Ik moet eerlijk zeggen dat de Van Veenendaal nog dichtbij zat. Maar ik denk goed voor onze aanvoerster dat hij erin zat. Zeker. Ja, dat zeker met het beeld wat we hebben gekregen van jouw hoogtepunt moment van 2021. Want toen missen ze ook net Hendricks. Dat was de bekerfinale, want die hadden jullie behaald dit seizoen. Ja. Niet gewonnen, maar toch jouw hoogtepunt. Waarom? Absoluut mijn hoogtepunt. Alleen al door het bereiken van de finale. Ik denk dat het een kroon op het uitstekende seizoen is van ADO toen destijds. Maar daarnaast ook, ik denk dat ze voortreffelijk die finale hebben gespeeld. Hetzelfde beeld als eigenlijk wat ik vandaag zie. Ze toonden initiatief. Ze durfden te voetballen. En ik vond eigenlijk dat ze de terechte winnaar waren geweest van die bekerfinale. Maar wat ik zeg, het is een kwaliteit van PSV dat zij ook op die manier weer eronder uitkwamen. En het is een leermoment voor ADO. En ook echt iets belangrijks. Dat ze toch meer de kansen moeten gaan afmaken. En dat zag je ook vandaag. Ja. Nou ja, laten we hopen, in ieder geval voor jou, Lucien, dat ADO dat goede spel van vandaag ook meeneemt naar volgende seizoenshelft. Ik wil je bedanken Absoluut. Dat je op deze manier toch nog bij de eindejaars special aanwezig kon zijn van onze talkshow. En namens ons allemaal ook jij. Ontzettend fijne dagen. En we hopen heel snel weer tot ziens. Graag gedaan en jullie ook hele fijne feestdagen en alle luisteraars. Want hopelijk tot snel weer. Yes. Dankjewel. Later Lucien, dankjewel hè. Doeg. We hebben nog 1 wedstrijd over, Sanne. Excelsior tegen Twente. 1-9 is het geworden. Dat brengt het totaal aantal doelpunten van FC Twente op 51. Met Fena Kalma heeft er daarvan 20 gemaakt. Ja, ongelooflijk. Ja, waar gaat dit naartoe? Nou, naar 40, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar dat is toch. Ik vind dat echt een kwaliteit op zich. Alleen op doelsaldo al gaan zij het sowieso halen als het gelijkspel zou moeten worden. Ja, nee. Ik heb het ook vandaag met Leon gehad over wie de beste papieren nu heeft voor het kampioenschap. Het is koffiedik kijken, absoluut. Maar gewoon op basis van de eerste helft, weet je wel, waar zijn we het meest wel onder de indruk? En Ajax ben ik absoluut van onder de indruk. Maar als je zo'n machine voorin hebt lopen als Fena Kalma en Renato Jansen overigens daar ook nog naast. En je zo makkelijk kan scoren, dan ben je wel echt heel erg goed. Ja, absoluut. En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? We gaan nu eigenlijk een beetje een klein gokje wagen. Want vorige week had Caitlin Hendricks van Excelsior de werk aan de lijnlijn.
We weten niet of die is doorgegeven, maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als die nog even bij iemand van Twente terecht is gekomen. Zou leuk zijn. Dus laten we gewoon even bellen en kijken of die wordt opgenomen. En misschien kunnen we het dan nog even hebben over deze monsterzegen. Hey, dat is een bekend koffie. Het is Robert Kauw, de coach van FC Twente. Hallo, dat klopt. Ja, Robert, om dan maar gelijk even met de deur in huis te vallen. We hebben het over de machine Fena Kalma. Hoe fijn is het om zo iemand in je team te hebben? Ja, daar mag ik mijn handen mee dichtknijpen, inderdaad. Het is een fantastische speler. En die wordt alleen nog maar beter. Met de week lijkt wel. Ja, die is niet meer te houden uiteindelijk voor Twente natuurlijk. Nee, nou, en er is er ook gegund als ze een hele mooie stap kan maken. Of dat na dit seizoen is of daarna, dat is aan haar. Maar ja, die gaat ongetwijfeld ergens een hele mooie club krijgen. En dat is er ook gegund als je ziet ook hoe zij bezig is en hoe zij traint en altijd extra doet. Staat na de training nog spintjes te trekken met Ella Paddemors. Ja, dat is gewoon genieten. Ja, dat is voor iedereen. En we hebben het hier iedere week over haar. Dus het is echt tof dat zij gewoon in ieder geval nu nog in de Eredivisie speelt. Robert, vandaag 9-1 tegen Excelsior. Was je op een gegeven moment de tel kwijt? Of was het nog goed bij te houden? Nou, bij de goal van Kelly van Doren dacht ik dat hij overging. Oh. Maar die kreeg zo'n rare sweeper dat ik dacht van... hij zit er toch in. Dus dat was wel grappig. Maar echt de tel kwijt waren we niet. We hebben een telraam erbij af en toe. Maar een mooie uitslag. Absoluut. Kan slechter de winst stop ingaan. Ja, zeker. Dit tankt in ieder geval heel erg veel vertrouwen, denk ik. Robert, jij had aan het begin van het seizoen eigenlijk de taak om de succesvolle trainer Tommy Stroot op te volgen. Hoe vind jij voor jezelf dat op dit moment gelukt is? Ik denk dat ik heel erg heb gekeken naar hoe werkte Tommy? Wat waren ze gewend? Het was natuurlijk 5 jaar hè, met Tommy en dat... Ja, dat is geen korte tijd. En dat betekent dat zowel spelers als staf heel veel gewoontes hebben met elkaar. Die je moet respecteren, waar je naar moet kijken met elkaar. En tenslotte moet ik ook nog dicht bij mezelf blijven. Dus daarin een balans te vinden. Ik denk dat we daarin aardig op weg zijn om daar een goede balans en mix in te vinden. Ja, en qua team heb je het ook toch wel goed bij elkaar gebracht, zeg maar. Ja, nou ja, dat doe ik natuurlijk samen met René Roort. En we hebben gekeken naar van oké, wat hebben we nodig? Je moet ook maar net de kans krijgen om bepaalde spelers te halen. Zoals een Kelly van Doren komt dan. En die heeft helemaal de vorm hervonden en presteert goed. Ja, de voorhoede, Renate Jansen is natuurlijk een geweldige speler. Beste van de Eredivisie afgelopen jaar. En Alene Stolze, een goede speler. Dat zijn al 4 spelers met schotkracht. En dan hebben we het nog niet eens over een Ella Paddemors die aankomt stormen. En een talentvol is Wieke Kaptein. Een Susanne Griessen die stabiliteit brengt. Ja, er zijn zoveel spelers in dit elftal met potentie. En die op hun eigen manier hun waarde hebben voor het team. Ik denk dat er wel wat moois groeit bij ons. Ja, dat weten wij wel zeker. Ik bedoel, het is nu 1 punt verschil met Ajax. Doelsaldo hoef je in ieder geval geen zorgen over te maken. Nee. Dus ja, laten we sowieso weer afwachten wat natuurlijk na de winterstop weer brengt. Zijn jullie ook een paar dagen vrij en zo ja, wat ga je doen? Nou, die meiden die hebben denk ik zo'n 12, 13 dagen vrij. En ik denk dat ze daar ook wel... Naar snakte de afgelopen week. Niet dat ze niet meer wilden trainen of geen zin hadden. Want ze doen alles met plezier en met heel hun hart. Alleen, het zijn geen machines. En wij zijn... en Ella Paddemors en nog, zo kan ik er nog een paar op noemen die echt wel gewoon altijd doorgaan. Die moet je soms van het trainingsveld aftrekken, want anders dan trainen ze tot in de avond door. En wij beginnen 's ochtends. Dus, zij hebben gewoon lekker vrij en ze gaan gewoon lekker genieten. En denk even gewoon even bijkomen van alles. We zijn hofleverancier van Nederlands elftal. Ik denk dat wij als je naar de Eredivisie ploegen kijkt, dat wij met de Champions League erbij en alle interlands erbij, waarin die meiden acte de présence moeten geven, ja, dat ze het drukste programma hebben gehad van de Eredivisie teams. Dus het is ze gegund. En ik hoop dat ze genieten met familie en vrienden, want... Dat zijn toch de mooiste dingen in het leven, denk ik. Absoluut, zeker in deze tijden. Robert, dank je wel dat je onze Wie heb ik aan de lijnlijn wilde opnemen. Aan jou dan de taak om in ieder geval op te laden. En om dan voor de allereerste wedstrijd weer die in 2022 er zal zijn. Dat is tegen PEC.
om hem dan in ieder geval door te geven aan iemand van PEC of aan iemand van een andere club als je toevallig contacten hebt? Nou, met die Packers, daar komen we goed. Daar ken ik er veel van. Oh, heel dus, goed. En we hebben ook nog wat goed te maken tegen PEC. Dus ik kijk al uit naar het weerzien met hem. Nou, helemaal goed. Laat hem op, zou ik zeggen. En dan wil ik jou ook hele fijne dagen wensen. En dank je wel dat je de telefoon opnam. Dank je wel. En jullie ook. Allemaal heel fijne dagen. En alle teams en mensen rond de Eredivisie Vrouwen. Hele fijne dagen. Ja, dank je wel, Robert. Tot ziens, hè. Ciao. Dag. En dan hebben we nog wat kerstgroetjes. Dag fans, Katie de Sanders hier van de Ajax Vrouwen. Hoi, ik ben Lucie Akkerman. Hi, ik ben Anne Wachtrand. Hoi, ik ben Kirsten van de Ven. Hi allemaal, ik ben het Hendricks hier van de ADO Vrouwen. Ik wil alle fans van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen Talkshow een hele fijne kerstwens en een gelukkig nieuwjaar. Ook wens ik iedereen een heel mooi jaar met prachtige wedstrijden, hele mooie doelpunten, minstens één omhaal en verder heel weinig blessures. Eigenlijk gewoon geen één blessure in de competitie. En verder hoop ik dat we in 2022 veel mooie sportmomenten kunnen beleven en dat iedereen gezond blijft. Mijn kerstwens voor 2022 is dat ik snel weer fit mag worden en snel de wedstrijden kan spelen omdat ik nu geblesseerd ben. En daarnaast hoop ik dat iedereen gezond blijft in het nieuwe jaar. Mijn wens is natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen met ADO Vrouwen. En ik hoop echt dat we jullie snel weer mogen ontvangen. Op naar het kampioenschap. Tot in het nieuwe jaar. Doei doei! Ja, dat waren Gwyneth Hendricks, Lucie Akkerman, Kelly de Sanders en Anne Bagerat. Dankjewel, jongens. Lief hoor. Ja, dat is leuk, toch? Ja. Iedereen heeft toch wat liefs ingesproken. Dat is toch ook leuk. Ook voor onze vaste kijkers. Dan hebben ze toch een beetje gezellig kerstgevoel, dachten wij. Absoluut. Ja, Sanne, we hebben het net over jouw persoonlijke hoogtepunt denk ik wel gehad. Jouw transfer naar ESPN. Maar wat was het sportieve hoogtepunt voor jou? Nou, dat was overduidelijk het kampioenschap van FC Twente. Vooral dus de wedstrijd dat ze kampioen werden. Want dat was op het andere veld moest Ajax dan verliezen en dat gebeurde. En FC Twente had helemaal niet door dat Ajax achter stond. En het was duurde tot de 88ste minuut. Het bleef 0-0 en ze hadden het zwaar. Ze hadden wel kansen, maar het hing zo. Dat kampioenschap hing voor mij zo in de lucht, maar het moest alleen nog even gebeuren. En toen in de 88ste of 89ste minuut scoorde Annelene Stolze en toen werd Twente kampioen. Nou, dat was een klein sprookje voor hun. Dat was echt heel erg leuk. Ja, dat was voor onze talkshow ook te gek. Want het bleef tot het einde spannend. Ja, en je hebt daar natuurlijk vorig jaar nog dat die punten gehalveerd werden. Dus de hele competitie was eigenlijk is tot de play-offs eigenlijk niet spannend. Ja. Maar wat je daarvoor terugkreeg was heel erg veel spanning tijdens die play-offs. Dus dat waren echt hele leuke weken. Moet ik zeggen dat ik liever deze competitie opzet heb. Vorig jaar vond ik het nog wel leuk met die play-offs. Maar ik ben ook wel zo opportunistisch dat ik nu dit jaar merk, denk ik, nee, dit is toch wel veel leuker. Ja. Want nu is zo'n wedstrijd als vandaag ook zo belangrijk. En het hele jaar door is het gewoon spannend daardoor. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel. Je hebt echt een waardige competitie nu. Dat maakt het toch wel iets leuker. En die onderste ploegen die kunnen ook weer winnen eventueel van de bovenste. En dat maakt het denk ik voor hun ook leuk. Is voor hun ontwikkeling ook gewoon beter. Ja, maar Excelsior die dan vandaag weer met 9-1 verliest, dat vind ik toch wel, jammer. Ja, goed, jammer. Ze hebben natuurlijk ook al 8-0 verloren en dat zijn allemaal van die uitslagen dat ik echt denk, daar moeten we wel iets aan gebeuren. Ik weet niet wat hoor, maar. Ja, nou, misschien gewoon even een lekkere lange winterstop en dan daarna weer volle bak er tegenaan. Je zei al wel van Twente voelt als een beetje de beste papieren, maar wat verwacht je van de tweede helft van het seizoen nu inderdaad er geen halve competitie meer is? Ja, het is gewoon de ploeg die nu het beste georganiseerd blijft. Dus je merkt altijd op een gegeven moment, ik heb het altijd over flow, hè, naar kampioenschap. Je moet altijd op de juiste manier de flow te pakken krijgen. En Ajax heeft die stijgende lijn te pakken. PSV is nog veel te onrustig. Dus daar kan je het eigenlijk nog niet van zeggen. Twente is heel stabiel. Dus ik denk dat het tussen Ajax en Twente zal gaan in de tweede helft. Maar nogmaals, je zult net zien dat PSV de flow te pakken heeft in februari. En dat die ook gewoon meestrijden. Kan alles gebeuren, dus je weet het niet. Maar ja, Ajax en Twente zijn wel wat mij betreft favoriet. Ja, dus vooral met de doelpunten natuurlijk. Want als we kijken naar welke speelster verwacht jij het meeste van, ook in de tweede helft van de competitie? Nou, het is nu een beetje stuivertje wisselen tussen Romee Leuchter en Fenna Kalma. Dus het is echt een titanenstrijd tussen die twee. Ik vind het heel leuk om te zien. Romee is super nuchter, super kalm. Kalma overigens Kalma, ook. Ja. Het zijn echt twee speelsters die zich helemaal niets aantrekken van enige rumoer of zo. Ze gaan gewoon rustig door met scoren. En die twee, dat is echt leuk om te zien dit jaar. Ja, en dat is ook weer Twente tegen Ajax. Dus, want we hebben natuurlijk elke keer over de klassieker. Hè, zoals vandaag Ajax-Feyenoord en dubbele klassieker. Maar de echte vrouwenklassieker is natuurlijk Twente-Ajax.
dat is gewoon in de kern natuurlijk. Die heeft de meeste geschiedenis. Daar zijn de meeste rivaliteit vanuit oudsher, zeg maar. Dus nou, die klassieker vind ik eigenlijk leuker nog dan Ajax Feyenoord. Ja, ik denk dat je daarin wel gelijk hebt trouwens, hoor. Want ja, vandaag was het niet zo heel sfeervol. Maar goed, dat kwam misschien ook een beetje door het weer. En ja, ik weet niet waardoor het kwam, maar... Nou, geen publiek vooral. Dat is het gewoon een groot probleem. Maar ja, wat ik zei, Ajax Twente, die hebben echt die geschiedenis van wel of niet kampioen worden. Eerste, tweede, bekerfinales tegen elkaar gespeeld. Echt wel rivaliteit, boos op het veld geweest. Daar zit de echte strijd, wat mij betreft. Want dat kan bij Ajax Feyenoord wel komen, maar... Dat duurt nog eventjes, ja. Denk ik. Want nu, dit was als de tweede klassieker. Ja, dus ja, ja, we hebben nog even te gaan wat dat betreft. En we hebben ook nog één keer de kerstgroetjes voor je. Hoi, ik ben Menno Melis. Hoi, mijn naam is Cammy Mol. Hoi, Rivka Op het Veld hier. Hi, ik ben Renate Jans van de FC Twente Vrouwen. Ik wens alle fans van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen de talkshow een fijne kerst toe. Mijn wens voor aankomend jaar is dat we allemaal gezond blijven en we heel snel weer lekker kunnen trainen en voetballen. Mijn wens voor dit nieuwe jaar is dat iedereen gezond en gelukkig mag zijn en heel veel mag voetballen. Zorg allemaal goed voor elkaar deze weken. Lees een goed boek, hou je rustig, luister een goede podcast, ga lekker wandelen. En ik hoop dat we allemaal snel zelf weer lekker kunnen sporten en dat ik jullie heel snel weer kan zien bij een wedstrijd van de Eredivisie. Mijn wens is dat we aankomend seizoen nog met publiek mogen voetballen. Fijne feestdagen. Doei! Ja. Cammy heeft even de hond ook nog ingevlogen als figurant. Heel erg leuk. Bedankt iedereen die een leuke kerstgroet voor ons heeft ingestuurd. De aflevering is misschien wel een beetje anders dan dat je van ons gewend bent. Maar het is niet veranderd dat we aan het einde nog steeds een prijs weggeven. We hadden het shirt hier gesigneerd door VV Alkmaar. Die kon je winnen als je op Instagram reageerde met wie jouw favoriete speelster is van VV Alkmaar. Nou, we kwamen ook antwoorden binnen als Danielle van der Donk en Jill Roort. Die spelen nog niet bij VV Alkmaar. Maar degene die wel een VV Alkmaar speelster noemde is Sande van Venetië. En die zegt Elfie Maas, jong talent die het ver gaat schoppen. Dus Sander, dit gesigneerde shirt van VV Alkmaar komt naar je toe. En nou, misschien... Ik weet niet of je hem al voor de kerst hebt. Het kan misschien even duren, maar anders is het een heel leuk nieuwjaarscadeautje, denk ik. Deze week geven we echt het ideale cadeautje weg bij de feestdagen. Want we hebben FIFA 22 op de PlayStation 5 voor je. Nou, wat je moet doen is... Sanne en ik gaan zo meteen hiermee op de foto. En op de post die aankomende week online verschijnt... zijn we heel benieuwd naar jouw sportiefste kerstgroetjes naar ons toe. Dus kijk, de leukste, die wint uiteindelijk FIFA 2022 voor de PlayStation 5. Nou ja, zoals gebruikelijk gaan we ook afsluiten met de beste speelste award. Want er is natuurlijk weer een speelronde geweest. We hebben aan Lucienne en aan Claudia gevraagd wie zij nomineren. Lucienne gaat voor Romee Leuchter en Claudia gaat voor Fenna Kalma. Dus, ja, Sanne, wie wil je daar aan toevoegen? Maar het mag ook dezelfde zijn, want dat hebben we al een keer gehad. Ja, ik ben natuurlijk bij Ajax Feyenoord geweest. Dus ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan Romee Leuchter. Ja. Mag dat? Ja, dat vind ik wel dat het mag. Ja, we hebben die regels waren eerst heel scherp. Maar sinds Fenna Kalma in één keer 3 stemmen in 1 aflevering heeft gekregen... laten we die even de teugels even varen. Oké, nou, Romee Leuchter. Romee Leuchter bij 2 stemmen voor haar, 1 voor Fenna Kalma. En ja, aan het einde van het seizoen weten we wie de beste speelste award krijgt. Bedankt voor het kijken of luisteren. Vergeet je niet te abonneren op YouTube of via je favoriete podcast-app. Op 17 januari, dan zijn we er weer met deze talkshow. En ja, ik denk ook namens Sanne willen we je allemaal hele fijne dagen wensen. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en heel graag tot in het nieuwe jaar. Oh ja, en we oliebollen. Gaan oliebollen eten dan nu. En proosten, want nu mag wel proosten op 1,5 meter. Je hebt hem al leeg. Ja, ik heb hem al leeg. Ja, ik wel. Sesame.